Chemische stoffen zijn essentieel in ons dagelijks leven. Ze worden gebruikt in tal van producten en toepassingen. Door de exponentiële toename van het aantal stoffen en het gebruik ervan, steeg de laatste decennia ook het gezondheidsrisico van chemische stoffen voor de mens. Om de potentiële gezondheidseffecten van deze stoffen in kaart te brengen, doet Vito aan humaan biomonitoringonderzoek. Bij humaan biomonitoringonderzoek wordt in een groep deelnemers gekeken naar de biomerkers van blootstelling aan milieuvervuilende stoffen, zoals chemische stoffen, en ook naar biomerkers van gezondheid. Die analyses kunnen gebeuren in bloed of in urine of haar of ademlucht. Vito is zo onder meer expert in de analyse van PFAS in serum. Humaan biomonitoringonderzoek vraagt innovatief en ook multidisciplinair onderzoek. En Vito werkt daarbij samen dan met verschillende universitaire partners en ook met de Vlaamse overheid. Vito coördineert dan het onderzoek. Er worden ook maatschappelijke actoren bij het onderzoek betrokken. En ook een klinisch lab zoals AML werkt mee aan de humane biomonitoringstudies. Het Algemeen Medisch Laboratorium, kortweg AML, voert de analyses van klinische parameters uit. Het beschikt over een BELAC-accreditatie, een kwaliteitslabel dat wordt uitgegeven door de overheid. AML staat voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe analysetechnieken. En naast een expertise in routine, klinische parameters, hebben wij ook ons verder gespecialiseerd in onder andere toxicologie en arbeidsgeneeskunde. Met de nabijheid van de Antwerpse haven, maar ook dankzij samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen zoals het FITO, hebben wij onze expertise jarenlang kunnen opbouwen. Vito is actief in humaan biomonitoringsonderzoek in verschillende bevolkingsgroepen om een algemeen beeld te krijgen van potentiële risico's of om een zeer specifieke problematiek met chemische stoffen te onderzoeken. Binnen het humaan biomonitoringonderzoek staat de privacy en gegevensbescherming van de deelnemers centraal. De groep deelnemers, de studiepopulatie, kan representatief zijn voor een bepaald grondgebied, bijvoorbeeld voor de regio Vlaanderen. Dan voeren we beleidsondersteunend onderzoek naar de blootstelling aan chemische stoffen voor de algemene Vlaamse bevolking en naar de daarbij horende gezondheidseffecten. Maar we kunnen ook specifieke doelgroepen gaan recruteren, zoals bijvoorbeeld kwetsbare bevolkingsgroepen, pasgeborenen, jongeren, of ook de bewoners rondom een chemische fabriek, zoals gebeurd is in de 3M-studie. In functie van de doelstelling worden vervolgens specifieke analyses uitgevoerd in de hoogtechnologische faciliteiten van Vito of een deskundig laboratorium zoals AML. Voor de humane biomonitoringstudies, kortweg HBM, voeren wij voor Vito de routineanalyses uit, zoals bijvoorbeeld lever, hormoonparameters, schildkliertesten, maar ook meer speciale testen, zoals bijvoorbeeld een arsenbepaling. Net zoals de stalen die afkomstig zijn van onze artsen en gynaecologen, worden ook de stalen van het HBM-onderzoek na aankomst in ons labo onmiddellijk geanalyseerd op onze high-tech automatenstraat. Met de resultaten van deze studies draagt Vito bij aan het milieu- en stoffenbeleid in Vlaanderen en Europa. Maar ook voor de deelnemers bieden ze nuttige inzichten en praktische tips om de blootstelling aan chemische en milieuvervuilende stoffen te beperken. De deelnemer kan zijn eigen resultaten toetsen aan de referentiewaarde van de algemene bevolking en zo levert deelname aan het onderzoek ook voor de deelnemer zelf een persoonlijk voordeel op. Humane biomonitoringonderzoek biedt zowel in Vlaanderen als in Europa een belangrijke kennisbasis voor een duurzaam milieu- en chemische stoffenbeleid. Al decennia lang zet Vito zich internationaal in en is ook een erkend ankerpunt in de humane biomonitoring. Ze zetten technologie en kennis in richting een duurzame toekomst.